of blijft het Roel Jansen? Sixfighter hier met een nu veel betrouwbaardere motor als eerdere jaren. Maar laten we de huid niet verkopen voor de beer geschoten is. Arjo Hanneman, die samen zijn onderkomen deelt met Secreto de Valley. En of dat de een nu van de ander iets leert of omgekeerd, dat zullen we in de midden laten. Maar ze worden er allebei niet dommer van. Ik denk dat dat een beetje het juiste evenwicht is. Kijk naar het optoeren. Het vlammenspel boven deze Puma 180. Arjo Hanneman, Sixfighter. Sixfighter, die in de kwalificatie echt niet zo'n ideale run had, maar wel een bike van een afstand. Kan die dat nu met een iets meer afgestemde start, met een ietsje meer gemaximaliseerde balans, nu omzet in kogel aan de meters. De laatste ultieme attack op de groene aardbei komt van Arjo Hanneman. Shit, ja, inderdaad, ja.